Ik ben er bang voor, ja. Ik ben er echt bang voor dat, want de betere clubs, en niet de absolute top in Europa, maar de betere clubs in Europa zullen toch gaan kijken wat er te halen valt bij Feyenoord. Mike Snoei, allereerst, hoe gaat het met je? Ja, prima. Tuurlijk, het is eventjes weer bijkomen van al het voetbal, maar op zich gaat het uitstekend. Ja, en ook druk bezig met zoeken naar een nieuwe club, om bijvoorbeeld je toch weer als trainer op een veld te staan? Nou ja, druk bezig. Dat moet wel spontaan gebeuren en er spelen wel wat dingetjes. En ik heb ook bij ESPN wat leuke dingen gedaan en daar ben ik over aan het nadenken, dus ik ben benieuwd. Ja, de toekomst zal het uitwijzen ongetwijfeld. Dan gaan we terugblikken op het seizoen, natuurlijk beginnend met Feyenoord. Kan je stellen dat dit toch een beetje, als we misschien straks over 10, 20 jaar terugkijken, herinnerd zal worden vooral als het jaar van Feyenoord qua de hele Europese campagne, dat het vooral in Nederland zo herinnerd zal worden? Nou ja, dat past ook wel gewoon bij een topclub. En Feyenoord is wel weer echt bezig om reclame te maken. Je ziet het aan het gedrag van de supporters die enorm tevreden zijn. En het allermooiste was geweest dat dat een bekroning had gehad. Hè, waar iedereen niet alleen op gehoopt had, maar wat iedereen ook wel Feyenoord had gegund. Dat merk je zelfs in grote delen van Nederland. Ja. Dus dat is jammer dat dat niet gebeurd is. Ja. Maar goed, ja, die Conference League, we sowieso daar een beetje naar terugkijken. Begin van het jaar, kijk, ik weet niet hoe jij erin stond, maar de algemene tendens was toch een beetje dat er lacherig over werd gedaan. Van, moeten ze naar Kosovo, moeten ze naar middenmotor in Zwitserland? Het is dat voor een raar competitie, wat heb je daarin te zoeken? En is het misschien ook niet dat het slot misschien dwars zit, hè, met deze druk programma? Maar ja, achteraf is het toch een zegen gebleken. Had je dat voorzien toen ze, nou ja, wat is het, inmiddels 10 maanden geleden in Kosovo moesten beginnen? Nee, maar het is wel zo begonnen. En ik heb ook Vitesse van dichtbij gemaakt in Arnhem. Daar kwam Tottenham Hotspur met een C-elftal. Die kregen daardoor de deksel op de neus. En Feyenoord is hier gewoon heel serieus mee omgegaan. De bondscoach heeft hier nog wat lullers over geroepen over dit toernooi. Maar uiteindelijk, en vooral in de eindfase, de laatste maanden na de winterstop, kreeg dit toernooi steeds meer cachet. En vond iedereen het steeds leuker worden. En vooral de landelijke aandacht was goed voor Feyenoord en hebben reclame gemaakt. Ja, en ook natuurlijk, denk aan het begin van het seizoen, denk je ook dat het misschien heeft geholpen voor Slot om nog sneller zijn elftal gereed te maken voor de competitie? Want daar maakten mensen zich eerst toch een beetje zorgen over. Van, hè, we zorgen er juist niet voor dat het lastig wordt om een elftal te boetseren zoals hij het wil. Maar kan je stellen dat het misschien uiteindelijk geholpen heeft, die vroege potjes? Dat is het lot bijna van elke trainer. Nu ook weer, wat gaat er gebeuren? Niemand die het weet. Je kan wel een elftal neer gaan zetten. Dat doet elke trainer in zo'n klein boekje. Precies. Neemt hij mee op vakantie, gaat hij zitten schrijven. Maar dan zal je altijd zien dat er misschien wel grote bedragen geboden gaan worden. Want ik vind vooral dat met name een x-aantal jonge spelers zich internationaal hebben ontwikkeld. Ja. En wat voor spelers heb je het dan over? Nou ja, ik hoor altijd dezelfde namen, maar ik vind vooral dat Geertruida en Malasia echt de kerel geworden. Maar ook Kukshu, en dan praat ik echt over drie jongens van rond de 21, hebben gewoon laten zien dat ze internationaal niet alleen mee kunnen, maar Feyenoord heel vaak er doorheen gesleept hebben. Nou, keepertje weer bij Lo, weer even weggevallen, maar zelfs in het Nederlands elftal gekomen. Dus er staat een grote groep jonge spelers, naast de bekende namen die het gewoon goed gedaan hebben, die de club wel weer op de kaart hebben gezet. Ja. Vooral met hun prima ontwikkeling. Ja, maar goed, dan heb je het dus over zo'n boekje. Nou ja, Slot heeft dan wellicht ook zo'n boekje waarmee hij op vakantie gaat, maar ja, dat is natuurlijk het nadeel van dit jaar. Er zullen waarschijnlijk veel vraagtekens achter bepaalde spelers staan. Hoe erg denk je uiteindelijk dat die leegloop mogelijk zal zijn bij Feyenoord? Ik ben er bang voor, ja. Ik ben er echt bang voor dat, de betere clubs, en niet de absolute top in Europa, maar de betere clubs in Europa zullen toch gaan kijken wat er te halen valt bij Feyenoord. Die gaan toch proberen, vooral die jonge jongens, proberen weg te halen. En de subtop in Europa hebben ook al geld genoeg om iets uit te geven. En dat is een beetje het lot nog steeds van Feyenoord. Waar iedereen zich ook wel weer een beetje zorgen om maakt.
Ja, wat zie je dat? Dat zie je natuurlijk ook al een beetje terug met Dessers, hè, waar dat toch heel veel moeite kost. Dat men eerst denkt, ze kunnen hem net behouden. Lukt het eigenlijk dan nog niet? Is dat ook een beetje exemplarisch voor ja, tot de situatie waar het in zit dat ja, ook zulke spelers al niet behouden kunnen worden? Nou ja, die transfersom is geen probleem. Hè. Er is best geld verdiend ook, maar het gaat gewoon om dat salarishuis. Ja. Hè. Dat moet niet helemaal op zijn kop komen te staan. En daar worstelt Arnese mee. En als je zo 4, 5 spelers gaat krijgen, dan ja, wordt het ook een beetje onrustig hè, binnen zo'n groep. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het goed dat ze dan daar toch anders in beslissen. Maar ja, vind maar weer eens een ander belangrijk pionnetje in dat geheel die, ja, die voor de goals moet gaan zorgen. Dus ja, dat is een aardige opdracht. En iedereen denkt dat Slot een toverstaf heeft, omdat hij er best iets moois van gemaakt heeft met die staf. Maar ja, als je dadelijk 4, 5 jongens moet gaan vervangen, die komen er wel. Ja. Maar ja, dat zal soms wat langer duren. Ja, je had vooral die spitspositie natuurlijk. Hè. Kijk, Dessers gaat dan weg, kan je dus inderdaad stellen. Hè. Ze hebben zich niet door emotie laten leiden, allicht door dus te ver voor hem te gaan. Maar ja, het is natuurlijk wel een dingetje. Kijk, Danilo komt nu transfervrij over. Robert Bojani komt terug. Maar ja, heeft in de tweede Bundesliga ook amper gespeeld. Dus de vraag is wat je daarvan mag verwachten. Het is wel een flinke, ja, flinke vacature om te vervullen. Ja, tuurlijk. En dan ook vanaf links hè, raken we dadelijk Sinisterra kwijt. Wat mij tegenviel, want het was natuurlijk niet allemaal Hoezanna de rol van Jahan Baks. Hè, die heeft nooit het niveau van AZ kunnen benaderen. Heeft zich zelfs op een bepaald moment neergelegd bij die rol. Hè, zo leek het als invaller. Nou, vind ik helemaal jammer. Hè, want ja, hij zou eigenlijk ook iets extra's moeten betekenen. Dus er zijn wel wat zorgen. Dat geweldige centrum, want ja, tuurlijk. Wat blijft daar nog van over? Hè? En iedereen hoopt dat dat bij elkaar blijft, maar ja, dat weet je gewoon nog niet. Dus ik neem aan dat Slot zich daar zorgen over maakt. Ja, maar goed, dan toch nog over Slot gesproken. Want er zijn natuurlijk dus bij afgelopen seizoen ook veel belangrijke transfers gemaakt. Hè? Trauner, die werd gehaald, Ursnes, die een geweldige vondst bleek. Nou ja, Dessers op het laatste moment op huurbasis. Maar kan je niet stellen dat eigenlijk Slot misschien wel de belangrijkste transfer was, als je kijkt hoe hij eigenlijk het sentiment in een jaar heeft getransformeerd? Ja, dus en ook de manier waarop en hoe hij zich presenteert. Enorm makkelijk te begrijpen wat hij allemaal roept en zegt, maar ook vooral wat hij doet. Hè, zijn manier van spelen, herkenbaar. En al is het nog zo herkenbaar, de meeste ploegen worstelen ermee. Of het nou uit of thuis is, op de juiste momenten vindt er een enorm pressie plaats op het veld. Dus er wordt heel veel druk uitgeoefend op een tegenstander. Ja, en daar zag je zelfs in die Conference League met Marseille en noem maar op. Ja, die hadden daar gewoon moeite mee. En ja, het past wel weer bij Feyenoord zo'n speelwijze. En ja, gelukkig gaat hij daar nog even mee verder. Ja. Maar goed, dan is het natuurlijk verder wel, dat heeft Slot zelf ook benoemd. Misschien ook niet zonder dat, natuurlijk, Feyenoord heeft Europees die geweldige campagne gehad. Maar dat ze eigenlijk in een titelrace in Nederland elke keer net eigenlijk uit het zicht bleven van PSV en Ajax. Dat ze net niet die achtervolging echt in konden zetten. Snap je dat ja, hij er ook toch een beetje gefrustreerd over is? Dat vooral hoe ze aan het einde van het jaar speelden, dat ze niet echt er een race van hebben kunnen maken? Nou ja, die stabiliteit, hè, daar was hij mee bezig. En ja, dan mag je niet 2-2 tegen RKC spelen in de Kuip. Hè, en dat moet eruit. En beter zijn soms dan PSV of Ajax, maar dan toch niet winnen. Ja, weet je. Maar daar was hij mee bezig. Je kan niet alles in één keer voor elkaar krijgen. Maar die 12 punten op Ajax en die 10 op PSV, dat is best nog wel veel. Ja. Hè, maar ja, dan nog zijn er enorme stappen gezet. Ja, en nu moeten er dus ook weer nieuwe stappen gezet worden. En dat is dan dus vooral, nou dat gaf je net wel met die transferzomer, heel lastig. Want enerzijds gaan mensen misschien nu heel veel verwachten natuurlijk. Je zegt het net, dat Slot heeft een toverstaf. Volgend jaar gaat het weer helemaal goed komen. Maar ja, je hebt geen idee met wat voor elftal hij dat moet gaan doen. Nou, en ik lees nu ook dingen over dat ze al willen verlengen met Slot. Hè, ja. Natuurlijk, want hij past goed bij de club en doet het uitstekend. Maar ik denk als Slot elke keer weer een nieuw elftal moet gaan neerzetten, of 5, 6 nieuwe namen, ja, dat hij dan ook denkt van, weet je wel, ik zou wel eens naar iets toe willen werken en dat vast willen houden. Hè, dat je alleen maar door hoeft te selecteren op de positie, ja, die wat minder ingevuld zijn. Hè, maar nou moet hij gaan kijken dadelijk naar posities die uitstekend bezet zijn, maar die weggaan. Ja, nou, veel vragen, tekens dus, die deze zomer ingevuld gaan worden. Nee, ook bij Sparta is er natuurlijk weer een en ander in te vullen. Het zag er lange tijd slecht uit, maar uiteindelijk hebben ze toch het wonder voor elkaar gekregen. Heel veel punten aan het einde gehaald onder Mauri Steijn. Had jij, toen die trainingswissel plaatsvond, van Vreese naar Steijn, ooit gedacht, nou, dit gaan ze wel redden? Nou, dan moeten we nog even verder teruggaan.
Ik heb zelfs nog geroepen dat ik gewoon ervan uitging dat ze met Fraser het karwei zouden klaren. En waarom? Omdat ik altijd het gevoel kreeg, ook als ik daar was voor ESPN, die spelers doen nog alles voor hem. Die chemie was er tot de laatste minuut. Mm-hmm. Alleen op een bepaald moment was Fraser leeg, was op. En dan met dat Rankovic verhaal. Dus dan wordt het wel even spannend, want het is eigenlijk bizar. Vorig jaar om deze tijd, misschien een maandje eerder, hadden ze iets fantastisch neergezet. Hè, met die play-offs, Europees voetbal. Mm-hmm. Een waanzinnig puntenaantal. En veel belangrijker nog, er stond een geweldig fundament. Ja. Stee, Fraser en nog een aantal andere mensen hebben daar gewoon in die paar jaar tijd een hele stabiele eredivisieclub van gemaakt. Misschien iets te hoog geëindigd, want dat schept verwachtingen. Precies, ja. Maar dat het zover heeft moeten komen dat zelfs dat hele fundament, met eerst Henk van Stee en later Fraser, dat dan gewoon helemaal is weggevallen. Ja, zegt misschien ook wel iets over het opportunistische in de voetballerij. Ja, want inderdaad, nu is er dus een nieuw fundament, een nieuwe TD, een nieuwe trainer. Ja. Is het dan wat dat betreft misschien wel dit seizoen een soort van waarschuwing, zou je het bijna willen noemen, dat als je op deze voet doorgaat, dat het dan toch geheid weer een keer fout gaat de komende jaren? Nou ja, het is natuurlijk verkeerd gegaan in die transferzomer vorig jaar. Hè. Daar is een bepaalde zuinigheid aan de oppervlakte gekomen, waar je bijna de rekening van gepresenteerd krijgt. Want heel simpel geanalyseerd, die spelers kwamen er wel in de winterstop. Want dit zijn jongens die, met name Verschuren, heeft heel veel geld gekost. En gelukkig maar, want dit is echt een hele talentvolle, goede speler. Vond hem bij NAC al erg indrukwekkend als piepjonge jongen. Ja. Met de Kams, met Nambli en dan de spits erbij. Ja, dan is dat een uitgave geweest die je misschien wel in de zomer had moeten maken. Ja. Ja, dan verder Stijn's rol natuurlijk. Want ik bedoel, je bent zelf ook een trainer. Heb je dan toch wel ontzettend veel bewondering voor Stijn, hoe die toch een ploeg die dood en begraven leek, toch nog er zo bovenop heeft gekregen. En is je daar iets aan opgevallen ook, aan hoe Sparta speelde in die tijd? Nou, ze kregen met name een enorme oppepper van die gelijkmaker. 4 wedstrijden voor het einde. Die eerste wedstrijd, waarin ze diep in blessuretijd 1-1 scoren tegen AZ. Ja. En ook in die wedstrijd ging het best wel lastig. Alleen in de voetballerij werkt het zo, wanneer je dan zo'n resultaat haalt, dan haal je daar vertrouwen uit. En dat heb je vooral teruggezien in die 3 wedstrijden daarna. Waarin ze nog steeds, wij moeten ook voor het analyseren naar statistieken kijken. Nou, met name tegen Zwolle thuis, 32% balbezit. Dus dat is bijna niks. Maar wel gewoon een prima overwinning. Dus wat ze vooral goed gedaan hebben, is in de omschakeling. Vanuit die stellingen hebben ze toch prima goals gescoord. En dat heeft geholpen in het vertrouwen. Ja. Want ook tegen Heracles, nauwelijks balbezit, 30%. Maar ook een prima resultaat. Dus in het resultaat hebben ze bijna 100% gescoord. Dus heeft Stijn het goed gedaan. Ja, inderdaad. En is het dan dus inderdaad, want je hebt het als trainer dan waarschijnlijk meer ervaren, dat vertrouwen zo krachtig kan zijn. Hè? Wat je dan bijvoorbeeld vooral in die laatste wedstrijd zag tegen Heracles, dat ineens, maar daar zag je gewoon aan, die hadden hele grote vrezen voor ineens een na-competitie-scenario waar ze nooit op hadden gerekend. Tegen een elftal als Sparta die ineens denken, we kunnen alles en iedereen aan. Kan dat dan echt zoveel verschil maken? Nou ja, weet je, ik vond met name bij Sparta de organisatie altijd al goed staan. Ze hebben ontzettend weinig tegengoals gekregen. Mm. Dat had vrezen gewoon goed voor elkaar. Maar ze hadden met name voorin enorm veel problemen, riep men. Maar het zat hem vooral in de creativiteit. Dus de opbouw van achteruit, met zelfs een Abel een hele tijd op het middenveld. Die rol werd met name met de nieuwe jongens, is daar een enorme verbetering gekomen door vooral Nambli. Alleen die had een tijd nodig om fit te worden. En dat heb je met dit soort jongens die in de winterstop komen. De Kamps die wat geforceerd in dat elftal en meteen alles wil gaan doen waar anderen ook misschien iets extra's moeten brengen. Dus kaarten, veel kaarten. Nou, en wat ik vooral, Verschuren is gewoon een prima speler. Maar dat zie je dan vooral aan het einde van die competitie. Die gaat steeds beter in die rol groeien.
Nou, en dat zijn precies die nieuwe jongens waar Fraser ook heel blij mee was. Mm-hmm. Maar die tijd nodig hadden om fitter en niet alleen beter te worden, maar om vooral Sparta te leren begrijpen. En, ja. Ja, en daarom zei Fraser ook aan het begin van het seizoen, ja, die jongens had ik wel heel graag in mijn voorbereiding gehad. Ja. En dan kan je daar aan sleutelen. Ja, dus belangrijkste zaak is dan eigenlijk, kan je nu stellen, om nu ervoor te zorgen dat het wel eigenlijk van de zomer al klaar staat. En dat je niet weer straks in de winter weer allemaal pleisters moet gaan plakken. Ja, dat bedoel ik met dit lange verhaal. Hè. Het is gewoon belangrijk, en dat, ja, dat vindt Slot nu ook weer bij Feyenoord, hè, dat je wat sneller die groep op orde hebt. En dat zo'n trainer, hè, dat is geen trainerstaal, nee, die willen gewoon ontzettend graag kneden, bouwen aan zo'n team. En met al die jongens die veel later binnen komen lopen, ja, dat duurt gewoon even. En met name Stijn heeft dat met dat bepaalde schokeffect, hè, wat er toch teweeg werd gebracht. Mm-hmm. Want hè, de vader, de grote vriend van de spelers, Fraser, is ineens vertrokken. Mm-hmm. Ja, ik was ook nieuwsgierig, hè, hoe die jongens daarop zouden reageren. Maar ze zijn enorm, enorm professioneel gebleven. Ja. Nou goed, Sparta is er dan dus in gebleven. Krijgen nu gezelschap toch ook iets wat verrassend van Excelsior. Dat dan via de na-competitie is gepromoveerd. Nee, je vocht de KKD natuurlijk ook best wel intensief. Ja. Ook vanuit je verleden. Toen je aan het begin van dit seizoen wat promotiekandidaten moest invullen. Stond Excelsior bij jou in dat rijtje? Niet bij die twee, maar gewoon bij die groep ploegen. Ja. Die in aanmerking komen voor die play-offs. En dan een kans hebben. Ja. Maar kijk, Excelsior heeft een grote schoonmaak gehouden. Hè. Die hebben tussen de 10 en de 15 spelers laten vertrekken. Hè. Vorig seizoen niet eens de play-offs gehaald. Dijkhuizen in zak en as. De club ook in mineur. Geen play-offs. En ja, dan, die hebben gekozen voor een andere richting. Met vooral ook, dat vergeten we bijna te zeggen, veel jongens die wat meer speeltijd gingen krijgen vanuit de eigen opleiding. En wat ze vooral heel goed gedaan hebben, is om die as heel sterk te maken. Hè? Met een prima betrouwbare keeper van Gassel. Hè? Een ijzersterk centrum waar vooral Jacoby heeft uitgeblonken. Het is een beetje de jongere oude Zar. Hè? Maar die bijna hetzelfde uitstraalt. Een winnaar. Ja, en dan die as verder doortrekkend. Heeft iedereen het over Dalling gaan. Dat is niet zo makkelijk, hè? Om vanuit een paar goals en dan zoveel goals te maken. Maar ja, iedereen denkt daar hetzelfde over. Ja. Maar voor mij was de revelatie, en dat riep ik ook al in november, december bij Sportpraat. Ja, dat de rol van Wiever. Ja. In het armoedige vorige seizoen was hij ook al gewoon hartstikke goed. Hij haalde die een uitstekend niveau. Speelde die vaak als een van de drie centrale verdedigers inschuivend. Maar dit seizoen, grote stap gezet. En ja, of die er dadelijk dan nog bij is, deze Wiever. Ik ben bang. Ja, dat is ook daar dus weer het volgende verhaal. Inderdaad, het succes, net zoals bij Feyenoord zien we dat, gaat dan gepaard met dat spelers vertrekken. Is natuurlijk dan wel het interessante, vooral met een Dallinga, daar wordt al heel lang aangetrokken. Is het dan nu vooral, denk je, een kwestie van dat ze nu moeten cashen? Of dat ze toch alles eraan moeten doen om het te behouden, om in de Eredivisie meer kans te maken op blijfsbouw? Ja, nou ja, weet je, hij heeft snelheid. Hij wil graag vertrekken. En Excelsior zal veel vanaf eigen helft spelen, want ze zijn tegen de meeste ploegen de underdog. Die gaan echt niet de boel vastzetten en proberen in de 16 te spelen. Nee, die gaan wat meer vertrekken vanaf eigen helft, dus daar kan je hem heel goed gebruiken. Mm-hmm. Maar ik ben toch bang dat dit soort jongens uiteindelijk te veel geld opleveren voor Excelsior en gewoon weggaan. Ja. Tuurlijk, ze hebben hun lijstjes klaar. Maar er zullen best wel wat jongens uit deze ploeg, die vanuit een zesde plaats is gepromoveerd, die de laatste zes wedstrijden van de competitie niet eens meer hebben gewonnen, maar die vooral gepiekt hebben in die play-offs. Echt enorm knap. Die hebben echt in de play-offs op het juiste moment het naar zich toe getrokken. Natuurlijk, dan komen er ook nog strafschoppen bij. Maar ja, dat maakt het allemaal zo ontzettend leuk. En geven andere ploegen in die KKD weer hoop dat je op deze manier, zoals Excelsior, maar een tijdje terug ook net als Emmen nog, twee, drie jaar geleden, om dan toch via zo'n achterdeur nog te promoveren. Ja. Want ja, dat blijft toch leuk aan voetbal. Ja, precies. Maar dan tot slot, als je dan, het is natuurlijk nu nog heel ver vooruitkijken, weet je ook niet hoe de selectie van Excelsior eruit gaat zien of van de concurrentie. Maar dat wel een voordeel is dat er toch relatief veel clubs nu in de Eredivisie zitten. Die Cambuur, Go Ahead, NEC, die allemaal hun tweede jaar ingaan. Vaak een moeilijke jaar. RKC, wat toch altijd maar weer moet strijden tegen degradatie. Natuurlijk Sparta in de eigen stad. Dat vind ik wel een voordeel is dat er toch veel clubs in zitten die een beetje in hetzelfde schuitje lijken te zitten.
Ja, en daarom was het zo leuk om te zien dat die drie ploegen die waren gepromoveerd het zo ontzettend goed hebben gedaan. He, die hebben niet in hun schulp gekropen, die zijn gewoon gaan voetballen. En vooral thuis heel veel punten gepakt in hun eigen thuiswedstrijden. Nou ja, ik weet zeker dat Mario Been en consorten ook voor Excelsior wel weer een prima groep gaan samenstellen om toch goed voor de dag te komen. En dat is gewoon proberen boven die rode streep te eindigen. Maar of dan maar in die nacompetitie terecht te komen, maar niet direct te degraderen. En dat hoeft ook niet, want er zijn, wat jij zegt, zoveel ploegen gelijkwaardig. Dat het misschien wel eens heel spannend weer gaat worden onderin.